Het is voor Arjen Lubach geen grote wens om politieke kopstukken te ontvangen in zijn populaire talkshow op NPO 1. Het leidt volgens de presentator vaak tot ongemakkelijke situatie, zoals ook gisteren in de talkshow van Renze Klamer. Daar kreeg Arjen tot zijn grote ongemak een enorm positieve videoboodschap voorgeschoteld van Mark Rutte. Politici hoeven niet op Arjens uitnodiging te rekenen. Nee, sowieso niet, omdat wij natuurlijk een bepaalde afstand willen bewaken tot de mensen die wij in de 20 minuten daarvoor beschimpen, omdat het anders wat ongemakkelijk wordt. Heel soms ontkom je er, hij vervolgt, mensen vragen soms ook, en als Rutte dan wil? Ja, dan moet ik nog een keer goed nadenken, want dat is natuurlijk wel weer grappig. Daar kun je, vroeger had Arjen wel politici in de show. We hebben het met Zondag met Lubach wel geprobeerd. Dan hadden we Roemer, we hadden Samsom. Eigenlijk kwam alleen maar politiek links Nederland langs. Rechts wilde al niet, dus toen zei iedereen, ze nodigen alleen die linkse lui uit. Maar soms loopt het mis. We hadden Pechtold en die hadden we de Macarena laten dansen, wat heel grappig was, van, haha, hij heeft de Macarena gedanst. En toen heeft I dat Macarena ingezet als zijn campagnemuziek voor de verkiezingen. Ik dacht, dat is ook niet de bedoeling. Wat had Rutte eigenlijk te zeggen over Arjen? Ik vind hem erg goed. Hij is al Nederlands goed. Hij past ook wel in de traditie van de Nederlandse omroep. Ik weet niet eens of hij bij de VPRO zit. Ik ben daar zelf lid van en ik vind het echt wel een VPRO-EHH. Ik geloof niet eens dat we elkaar ooit echt persoonlijk ontmoet hebben, misschien één keer. Ik ken wel een paar mensen in zijn redactie, maar volgens mij is hij behoorlijk onafhankelijk in zijn hoofd. Zorg dat je gewoon lekker kritisch blijft en blijf de macht volgen met een grote mate van wantrouwen. Thank you.
We'll be right back.